Ja. Een hele goede avond. Het is 6:03. Je luistert naar Dossier Mastenbroek. Vanavond een hele bijzondere uitzending. We gaan vanavond de enige echte Pijnakker Noordhofse top 40 uitzenden. Dat doe ik niet alleen. Ze staan hier al. Of ze zitten. Ze liggen bijna. Ze zitten lekker onderuit gezakt. Marcel Mulhuizen en Erik Bevaart, goedenavond. Goedenavond. Cineast Wim Meijer is ook in de studio aanwezig. Ja. Wat kunnen we allemaal gaan verwachten, Erik? Nou, wat mij betreft een korte uitleg over deze unieke top 40, want dat is het absoluut, hè? Ja. Ik vind je lekker. Ja. Echt typisch geschikt voor de Gruiter en de Wintertent. Verbaas me ook niet dat ze daar allebei gespeeld hebben. Nou, we hebben hem hangen hoor, Erik, op dit moment. Wie? Marco Filippo aan de telefoon. Dat is degene die het meest organiseert in onze gemeente. Met afstand het vaakst iets organiseert. De jarige Marco Filippo. Plannen daarmee, met de Wintertent en met Brunus Pop? Nou, toevallig is de Wintertent 14 januari weer. En we hebben een oude Duitse DJ, hardcore DJ in June. De Party Squad. En een hele leuke band genaamd Guilty Six. En die Jean komt. Dus 14 januari doen we de Wintertent weer. En volgend jaar moeten we even kijken in overleg met de gemeente wat allemaal mogelijk is. Oké, zeg, die Wintertent heeft wel heel veel bekende DJ's. Nou is dat persoonlijk niet helemaal mijn cup of tea. Niet dat het erg is. Maar ik weet, je hebt dus ook, en dan hebben we het over nummer 37, Brennan Hart gehaald. Brennan Hart is blijkbaar ook een heel bekende DJ, want hij had 10 miljoen views met het nummer Imaginary. 10 miljoen views. Ja. Hoe kom je dan aan zo'n DJ, Marco? Nou, gewoon boeken. Ja? Maar dat lijkt me heel duur. Ze staan wel eens in de top 40 en ik probeer origineel aan leuke artiesten te boeken. En soms is dat lastig en soms is dat niet betaalbaar. En Brennan Hart, die past nog net in het plaatje. En ja, je doet toch een heleboel jeugd er een hoop plezier mee. Want ik las dat toen hij in de Wintertent speelde, dat het een tour was waarin hij ook in Sydney was geweest in Australië. En ook naar Helsinki ging in Finland. Ja, dat was zijn eerste optreden van vorig jaar. Hij trapte af in de Wintertent. Dus dat was, daarna moest hij naar Sydney. En, naar allerlei andere grote wereldsteden. Dus het was wel grappig om die man dan binnen te halen. Ja. Dat is flink uitgepakt, hè? Wil je een kaasstengel? Kijk eens. Nee, joh. Een kaasstengel. Nou, Bim. En ik heb hier nog veel meer. Het mag wat kosten, hoor, vanuit cultuursupport. Oh. Kijk eens. Zo dan. Leg maar niet bij Bim neer, want die eet echt alles op. Nou, dat geeft niet. Zo, ik heb even getweet dat we live zijn. Oké. Kunnen we zo even vragen aan iemand die ongetwijfeld goed vertrouwd is met haar repertoire. We hebben hem aan de lijn, Erik. Jan Wenteler, degene die zoveel georganiseerd heeft op gebied van de seniormiddagen, et cetera. Jan, hoe is het? Ja, goedenavond. Goedenavond, Jan. Ja, Connie van der Bos. Die heeft ook een keer opgetreden hier op de seniorenmiddag. Daar had ik ook contacten mee gelegd. En daar had ik dan ook nog wel herinneringen aan. Omdat zij dat liedje heeft, Sjaki van de Hoek. Dat was een schot van Sjaki van de Hoek. Je kan dat liedje wel waarschijnlijk. En mijn vader, die heette ook Sjaak. Dus dat wekte, als ik dat liedje van haar hoorde, dan kreeg ik toch altijd een beetje een sentimenteel gevoel. Met ja, toch een beetje heimwee naar mijn vader, die al jarenlang overleden is. Hè? Ja, nou, toch bijzonder dan natuurlijk. Ja. Hey, maar als je thuis komt, jongen, dan heb je gegeten al. Ja, joh. Ik ook. En Bim, jij? Jongens, het mag wat kosten. Sjaak. Hey, Sjaak Martijn. Hoi. Ik ga je heel even in het mengpaneel zetten. Blijf van de telefoon. Sjaak, maar dat duurt ongeveer nog een minuutje. En dan kan alles wat u zegt tegen u gebruikt gaan worden, want dan zijn we live. Ja. Ik herinner me van degene met wie ik mede de Stichting Cultuursupport Pijnakker Noordhorp vorm. Dat is Sjaak Oudshoorn. Die is natuurlijk beroepshalve bij ongelooflijk veel concerten aanwezig geweest van deze lokale top 40.
En Sjaak, ik meen dat jij ook wel een anekdote hebt over de band Direct. Hallo, ja, Sjaak? Die kwamen spelen hier in Pijnakker in de tent van de Oranje Vereniging. En die tent stond echt binnen 2 minuten in vuur en vlam. Een ongelofelijke berg energie kwam er los tijdens het optreden. En toen liep ik vervolgens na een paar nummers eventjes terug naar de artiestentent. En daar vond ik Kees Hogevorst en Rien Bos in een soort begrafenisstemming aan. Ik zei, jongens, wat is er met jullie aan de hand? Nou, wat bleek dus. Direct had iets te veel opvreten, zoals Kees dat dan zei, meegenomen. Oh! En ik zei, jongens, kom nou toch op. Loop even naar die tent en kijk wat daar aan de hand is. En geniet van wat daar gebeurt. Maar dat viel nog niet mee om ze op andere gedachten te brengen. Maar dat was echt een prachtig contrast. De stemming in die artiestentent en die een beetje doods was. En een geweldige sfeer in de tent. Nou, ze hadden een heleboel opgezopen dan, Sjaak, begrijp ik. Nou, Kees die had altijd, of die heeft moet ik zeggen, een enorme hekel eraan. Als mensen te veel van die randfiguren meenemen, weet je wel. Kijk, het management dat is prima. Maar als er 20 mensen meekomen die er eigenlijk zo half bij horen. Ja, daar hebben ze gewoon een enorme hekel aan. Ik ben toen met Sam Zegwaard, toen de Oranje Vereniging normaal voor het eerst naar Pijnakker ging halen. Toen ben ik met fotograaf Sam Zegwaard op een vrijdagavond naar Holte gegaan. Waar in een tent midden in de polder normaal optrad. Nou, we hadden een interview met ze in een of andere veewagen. En die jongens waren natuurlijk heel erg benaderbaar. Maar wat ik vervolgens daar zag met biergooierij en dergelijke. Ja, dat was voor mij toen ook nieuw. Voor je zonde? Ja, tuurlijk is dat zonde. Een bier mooi opdrinken. Ik weet wel dat Benny Nijman dat nooit zo op prijs gesteld heeft, bier gooien. Nee, die was er snel klaar mee. Maar bier gooien, dat was destijds een nieuw fenomeen. En ik ben daar zelf ook een keer het slachtoffer van geworden. Dat was toen nog, toen de tent nog opgesteld stond daar aan de Boezemweg. En ik stond met iemand te praten en ineens zag ik helemaal niks meer. Wat bleek? Iemand had gewoon een vol glas bier midden in mijn gezicht geworpen. En toen ik het bier uit mijn ogen gevreven had, keek ik om me heen. Toen zag ik wel wat mensen een beetje glimlachen. Maar de dader is nooit boven water gekomen. Hard en zacht zet als je dat wil. Steun op Pepper for All en kijk op aan dat klompje als je dat zou willen. Pepper for All. Ja. Dag Kees. Ja, we zijn nog niet live. Dat duurt ongeveer nog 1 minuutje. Hoe is het Kees? Ja. Alles goed? Ja hoor, prima. Je hebt een heel belangrijke rol zo in, hè? Ja, of zo. Jij bent zo meteen de belangrijke man. Jij moet het nummer 1 aankondigen straks. Ja, je hebt heel wat artiesten nog. We zitten nu op nummer 5. We zijn nog niet live, hè? Nee. Hé, hey, maar Kees, we gaan over een 40 seconden gaan we live. En dan gaan we eerst nog de BCB draaien, dan de Golden Earring en dan uiteindelijk, dan zullen ze aan jou vragen, nou, wie staat op nummer 1 en dat is normaal natuurlijk. Dus blijf hangen. Blijf hangen. Ja, is goed. Kees, jij hebt ongelooflijk veel concerten georganiseerd hier in Pijnakker voor de Oranje Vereniging. Hoeveel jaren ben je al actief? Ik ben vanaf 1980 actief en een paar jaar daarna ben ik begonnen met de programmering van de tentfeesten, zeg maar. Ja, en ik weet dat jij... Ik zit 36 jaar bij de Oranje Vereniging. Ja, en jij bent echt werkelijk verantwoordelijk voor het merendeel van deze lokale topvereniging. De vereniging is verantwoordelijk daarvoor. We klopt. Doen met een hele grote club gezellige mensen. Ik weet dat Kees, jij stelt je altijd heel bescheiden op. En het is ook helemaal waar wat je zegt. En dat ik dan, we zoeken mede met elkaar zoeken de artiesten uit. En ja, toevallig ben ik dan de boeker. Heb jij ook heel vaak... teleurstellingen gehad? Want ik herinner me wel een keertje dat Van Dikhout een minder goede gelegenheid bood. Ja, natuurlijk was dat een teleurstelling. Van Dikhout is natuurlijk een verschrikkelijk goede live band. En die het management eromheen vond het podium te klein. En toen hebben we toch nog in een hele korte tijd het podium 1,5 keer zo groot weten te maken. Maar toch wouden ze niet komen. Ja. Jammer. Wel. Het was zeer jammer en het was ook een grote teleurstelling. Maar niet alleen voor mij, maar natuurlijk ook voor het publiek. Hoor je ons nog, Kees? Ja, je kunt nu gewoon met Kees buiten de uitzending om praten. Ja.
Hoor je ons nog, Kees? Ja, ik hoor jullie nog. Ja. Want dan gaan we nou weer eens naar de kroeg. Nee, Erik valt af en toe even weg. Is dat zo? Ja, maar die zit maar te draaien op zijn krukje op de zeven hoor. Nee hoor. Deze duurt nog maar 40 seconden, dus die kunnen we uit laten lopen. Deze duurt nog maar 40 seconden. Ja, ze hebben een hele rits met eisen altijd. De goldenering, die eigenlijk te belachelijk voor woorden zijn. En geef daar eens een voorbeeld van, Kees? Nou, whisky nummer zoveel. Speciale hele dure whisky van 60 euro per fles, bijvoorbeeld. Nou, de accommodatie moet, ik weet niet... op en top zijn voor hun. Dus ze nemen geen genoegen met een artiestentent of een afgescheiden ruimte. Ja, dan heb ik wel begrepen dat de jongens van de BZB echt een heel stukje gemakkelijker zijn. Ja, die komen altijd gezellig bij je zitten en die doen niet moeilijk verder. Die snappen dat dat allemaal veel geld kost als je dat erbij moet gaan organiseren. Die hebben zelfs hun eigen bier bij zich. Die hebben dus hun eigen bier bij. Ja, jij toch, Jan? Ja. Zeg, Kees... is er nog een bepaalde artiest of een band waar jij ook een heel bijzondere herinnering aan hebt? Ja, het kan ook Guus Meeuwis zijn. Ja, normaal natuurlijk. Ja? Ja, ik denk dat na de BZB hebben we normaal het vaakste in de Oranje Tent gehad. En hoe vaak ongeveer dan? Ik denk 7 keer. Ja, kun je eens beschrijven, Kees, wat voor sfeer was dat nou als normaal daar optrad? Ja, een grandioze sfeer. Dat... heel de tent uitverkocht en op de maat van hun muziek, die lekkere dreunbas, nou gaat iedereen op en neer. En dat voelde je gewoon 2 kilometer verder, voelde je de grond gewoon bewegen. Kees, jij hebt nog een keer meegezongen met een single van Normaal? Ja, dat was geen echte single van Normaal, dat was een presentje naar de relaties toe. En dat was in Zelm en... Daar waren we aan het praten met de manager van Normaal over de prijzen en over allerlei andere dingen. En toen kwam Benny Jonek ineens binnen en die zei, ik zoek nog achtergrondzangers, zangeressen. Nou ja, dat... Dus heel de Oranje Vereniging die er op dat moment was, ik denk van met een mannetje of 3, 4, hup naar de studio en meehelpen zingen. Een mooie afsluiter, Kees. Ja, reden jullie oerend hard terug, Kees? Wat zei je, Erik? Reden jullie oerend hard terug? Nee, ik heb geen bekeuring gezien in ieder geval. Maar... Kees, wil jij de nummer 1 aankondigen? De nummer 1 van de lokale top 40? Nou, dan komt hier de nummer 1 van de lokale top 40. Normaal met oerend hart, 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 hart. Ja. Ik zeg ah! Ik zeg oeh! Heb je nou de verbinding gebroken? Ja, dat is het. Nou, dan hoor ik wel een beetje te roeren. Kwam er zie je door het aangeschud. Zo! Echt goed man! Zo! 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 Dat was hem dan. En wat mij betreft gaan we het volgend jaar absoluut nog een keer doen. Misschien kunnen we dan wel een top 50, een top 100 gaan doen. Nou, zorg maar voor de catering. Dat kan dit jaar niet meer overtreffen natuurlijk. Nee. Wat hadden we hier? Eens even kijken. Premium zoutjes en we hadden uitstekend bronwater in de studio. Dus het was qua catering een team en een griffel. Ja, echt de kristalline nog wel. Ja, de cameraman was ook heel erg blij mee. We gaan een aantal mensen bedanken. We zijn aan het eind van het programma. We lopen zelfs al iets uit. En dat vinden de mensen die hierna komen nooit zo heel erg leuk. Dus wat we in elk geval gaan doen is... Wij bedanken cineast Wim Meijer. Die alles vanavond hier heeft vastgelegd in de studio. Bedankt. Erik Bevaart. Namens Cultuursupport Pijn en Genoodorp. Marcel Mulhuizen. Natuurlijk ook initiator van de website myfavoritesong.nl. En natuurlijk, wie hebben we allemaal aan de lijn gehad? Heel veel leuke mensen gesproken. Kees Heugenborst. Marco Filippo. Jan Bentelaar. Jan Bentelaar, ja. Jan Bentelaar. En Sjaak Aalshoorn. En Martijn, jij ook bedankt. Ja, zeker. Ja, graag gedaan. Vanaf volgende week dan duiken we weer in de wereld van mysteries, misdaad en vreemde verhalen. En, maar alhoewel, het was vanavond ook een beetje een veel vreemde verhaal. Opmerkelijke verhalen in elk geval. Ja, dossierwaardig. Dossierwaardig. Wij sluiten dit dossier en wensen je nog een hele fijne avond. Dag. Ja.
En dan was ik met de hele computer vast. Jongens, we zijn nog Ik had toch even de groeten willen doen. We hebben nog live. Dat kan ook hoor. We gaan eens even proberen om hier in te starten.